Waar ben je opgegroeid de eerste 10 jaar van je leven? Dat was in Mook. En Mook ligt ongeveer 10 kilometer onder Nijmegen. En dat is Noord-Limburg, begin Gelderland. Een heel oud klein dorpje. En ik was daar enige adoptiekind. Dus ik viel nogal op in het dorp. Veel gepest, maar ook veel teruggepest. Van me afgebeten, mijn tanden laten zien. Want ja, ik wist niet dat ik anders was. Anderen vonden dat ik anders was. Maar ik vond gewoon dat ik normaal was. Want je kan dan niet vanuit jezelf zien dat je anders bent. Anderen vinden iets van jou en ik was het daar niet mee eens. Altijd al gehad. Als jij iets van mij vindt, ja, dat is het jouw probleem, niet mijn probleem. Wie was je favoriete leerkracht van de basisschool? Ik denk de gymlerares. En waarom? Ik vond sport heel erg leuk. Ik was heel erg goed in sport. Omdat in sport kun je heel veel energie kwijt. Kun je heel veel emotie kwijt. Ik heb jarenlang getennist. En daarin kon ik heel veel emotie, boosheid, verdriet. Kon ik daarin kwijt. Dus ook tijdens gymlessen. Dus ja, dat was mijn favoriete lerares, denk ik. Favoriete leraar. Wat was jouw eindmusical en jouw rol erin? Ik was Pilaar, die niet mocht bewegen. En ja, je kan het al raden, ik bewoog toch. Want ik wilde kijken wat die anderen aan het doen waren. Dus ik was gewoon een Pilaar, een zuil. En ik had geen tekst, ik moest stil blijven staan. Maar ik kan gewoon niet stil blijven staan. Men noemt dat nu ADHD, maar ik noem het gewoon, ja, niet weten hoe je met mensen omgaat. En dus ik keek steeds om het hoekje. Wat zijn hun aan het doen? Waar zitten we? Dus dat was mijn rol. Ik was Pilaar, een stuk van de muur. Met helemaal wit geschilderd. Van een reet aan. Nou ja. Wat was de uitslag van je CITO-toets? Oh jeetje, wat een vraag. De CITO-toets. Nou, ik weet dat ik niet bij de hoogste zat. En ik weet dat ik niet bij de laagste zat. Daar ergens tussenin zweefde ik. Altijd al gedaan. Ik kan heel goed leren, maar ik vond leren eigenlijk nooit zo leuk. Omdat leren is datgene wat gedrukt is, wat wel bekend is. En ik wil juist het onbekende leren. Dingen die je niet op school leert. Bijvoorbeeld, hoe ga je met elkaar om? Dat leer je op school niet. Je leert niet dat je elkaar kan respecteren, dat de een bloemkool eet en de ander broccoli. Dat je dan gewoon elkaar kan en blijven zien en leuk kan spelen. Dat heb ik op school gemist. Dus daar was ik veel meer mee bezig dan staardeling, wortels, Duits, al die grammatica te leren, dat soort ongein. Want dat is allemaal wel bekend, dat weten we al. En ik wil juist het onbekende weten van de mens, van mezelf, van het heelal, van alle andere dingen. Met wie had je het eerst verkering? Nou, ik denk met een heleboel meisjes tegelijk. Toen ik erachter kwam op school dat ik meisjes leuk vond, vond ik iedereen wilde ik tot mijn vriendinnetje. En toen noemde ze dat niet zo, maar dan vroeg je, wil je met me aan? In plaats van, wil je met me verkering, wil je met me aan? Wil je met me samenlopen? Wil je met me samen zijn? En stiekem briefjes schrijven onder de les. Propjes naar elkaar gooien, elkaar pesten en dan je handje geven. Maar ik denk dat dat moet zijn geweest, echt verkering, dat is geweest Fidan.
Het was een Turks meisje die ik heb leren kennen. Die was ook anders, net als ik. En die had ook wat te vertellen wat ik nog niet wist. Zijn er dingen die je als kind anders had willen doen? Ja. Ik had als kind veel meer dingen willen doen die bij mij hoorden. Want ik heb als kind heel veel dingen gedaan die bij andere mensen horen, volwassen mensen. We leren als kind zoveel alsmaar rechts te lopen, in het gelid te lopen met elkaar, met de maatschappij. Terwijl ik als kind had willen zijn wie ik had willen zijn. Dat als je anders bent, dat je anders dingen voelt, dat bijvoorbeeld nu het woordje ADHD op elk kind wordt toegepast die heel erg druk is. Er zijn andere manieren voor om kinderen die symptomen vertonen te helpen. In plaats van medicijnen te geven, in plaats van naar elke psychotherapeut, fysiotherapeut of wat voor therapeut te rennen. Maar anders creatiever te zijn met het kind. Luister eens naar het kind, wat heeft ze te vertellen, wat vraagt het kind? Dat had ik gemist. Wat voor middelbare school heb je gedaan? Oh, dat is een hele korte lijst. Ik ben van de basisschool afgestuurd. Dan ben ik naar een andere basisschool gegaan. Moest ik 20 minuten fietsen elke dag. Basisschool gelukkig afgemaakt. Ik ben geslaagd voor de basisschool. Toen ben ik naar middelbaar onderwijs gegaan. Dat was een MAVO. Ik kon niet goed meekomen met de hele groep. Want dat waren 36 kinderen in een klas. Het was te veel in energie in één klas. Dus toen ben ik naar een voorgezet speciaal onderwijs gegaan. En dat was een MAVO. Een school met kleine klassen. Helaas, in de tweede klas van de MAVO heb ik thuis heel veel problemen gekregen. Werd ik geslagen, mishandeld. Ben ik uit huis geplaatst door jeugdzorg. Ben ik in een crisisopvang terechtgekomen. In leefgroepen. En in het derde jaar ging het helemaal mis. Toen is ook mijn vader overleden. Mijn adoptievader. En ik heb eigenlijk daardoor de school niet af kunnen maken. Dus ik ben gestrand op de middelbare school. Op de MAVO. Ben je als tiener veel in de problemen gekomen? Ja. Volgens mij heb ik me aan elke steen die een tiener zich kan stoten, heb ik me gestoten. Van stelen, tot jokken, tot te laat komen, tot dronken op school in de klas zitten. Vechtpartijen. Ik ben zelfs in een kluisje gestopt. Ik heb andere kinderen in kluisjes gestopt. Leraar gemapt, geslagen. Aanraking met politie gekomen daardoor, knock-out geslagen op school, kortom, ik heb een goede jeugd gehad op zich. Ik heb niet stil gezeten als tiener. Ja, ik ben vaak gevallen, maar ik ben ook weer opgestaan. En dat is het allerbelangrijkste. Want als je niet valt, kun je ook niet opstaan. En door het opstaan leer je dat waardoor je bent gevallen misschien niet zo handig is. En ja, ik heb me vaak aan dezelfde steen gestoten.
om het te leren, maar zonder, als je het zelf niet inziet dat je een fout maakt, blijf je de fouten maken. Heb je als tiener bijbaantjes gehad? Ja. Ik ben begonnen als tiener, want het mocht het nog niet, in een hondenkennel. Heb ik de hondenhokken schoongemaakt. Kreeg ik wel gezegd 3 gulden voor. Voor een heel hard werken. Als gewoon kinderarbeid, kinderslavenarbeid noemde ik het altijd. Heel strenge mensen. Moest het schoongemaakt worden en anders kon ik gewoon opdonderen. En dat heeft me wel geleerd dat wat je doet, doe het goed. Ook al is het maar voor 3 gulden in het uur, terwijl het 6 gulden had moeten zijn. Dat was mijn eerste baantje in de hondenkennel. En vanuit de hondenkennel ben ik in Krantenwijk gaan lopen, zoals de meeste jongeren dat doen. Een avondkrant, een NRC, niet de ochtendkrant, want dat konden mijn ouders niet aan, zo vroeg opstaan. En ik ook niet. En tussendoor met mijn vrienden in de zomervakantie bij de pont auto's gewassen voor 5 gulden. Ja, eigenlijk altijd bijbaantjes gehad, weten wat het is om verantwoordelijkheid te hebben. Want als je iets afspreekt, dat je het ook nakomt. Mensen rekenen op je. En je hebt daarin een taak. Ik word bijna jong. Als je iets zegt, moet je het doen. En met werken leer je al die verantwoordelijkheid te hebben. Hoe oud was je met je eerste echte liefde? Wat was haar voornaam? Oh ja, mijn eerste echte intense liefde was Fidan. Die heb ik toen leren kennen in de crisisopvang. En zij was iets ouder. En zij was al iets actiever dan ik. Dus ik zat altijd onder de zuigschoenen. Overal in mijn nek, in mijn hals, in mijn armen. Overal waar ze maar me kon zoenen, zoenden ze me. Die was iets verder op dat gebied. Maar dat was mijn eerste echte liefde. En ik zal haar ook nooit vergeten, vooral die zuigschoenen niet. Wat herinner je nog van je kampen op de middelbare school? Ja, wij gingen altijd op kamp op de middelbare school naar Buursink. En daar had je een jongensafdeling en een meidenafdeling. En daartussenin zat, laat maar zeggen, de centrale waar de volwassenen sliepen. En wij gingen altijd s'nachts sluipen naar de meisjes. Maar die leraren die wisten dat, dus die haalden gewoon onze kussens weg, onze knuffels weg en onze dekens weg. Maar wat deed ik? Ik nam gewoon alles mee en ik ging gewoon bij de meisjes slapen. Met kussen, met deken en met beer. Probleem opgelost. Dus ja, dat heb ik onthouden van de kampen. Altijd een paar dagen veel lol. Altijd schoor terug van het schreeuwen. En lekker doen wat niet mag. Toch doen. Hoe ging je eindexamen? Nou, ik had het pretpakket. Natuurkunde, wiskunde, scheikunde, economie, Nederlands en Engels. Nou, op zich. Overal ging het wel, alleen voor wiskunde niet. Wiskunde is erg belangrijk bij natuurkunde. Erg belangrijk bij scheikunde. Terwijl die vak heb ik wel gehaald en wiskunde haalde ik net niet. En dat was ook net in de periode dat mijn vader was overleden. Dus ik heb het helaas door omstandigheden en omdat ik niet meer thuis woonde. Ik woonde toen al in een opvang voor jongeren. Niet meer de discipline gehad om te leren. Heb ik het helaas niet gehaald. Heb ik
wel certificaten, maar sta ik voor wiskunde, ben ik geëindigd met een 5 en ik had een 6 nodig. Maar het is maar een cijfer, hè? Je moet het ook nog kunnen toepassen. Mijn vervolgstudie, ja, mijn vervolgstudie is eigenlijk de studie des levens. Omdat ik dus geen diploma op zak had, had ik eigenlijk maar één keus en dat was gaan werken. En ik ben eigenlijk direct gaan werken. Ik heb alle maffe, ranzige, goedkope baantjes gehad. Want je bent goedkoop van vakken vullen, of zakken vullen, zoals je het maar noemt, bij de EDA tot het reinigen van afvalreinigingscentrale. En de bezem de hele dag alle stof van de centrales af te vegen. Tot aan de vleesverwerkingsfabriek. Waar je bakken met afgewerkt vlees moest vervoeren. Alles wat mijn geld opleverde. Omdat, ja, je moet geld verdienen in het leven. Want anders kun je geen huur betalen. Kan je niet eten. Kan je geen leuke dingen doen. Ja, eigenlijk was ik een goedkope prooi voor uitzendbureaus. Wat was mijn eerste baan? Ja, mijn eerste baan, dat was bij Holland Riverline uit Arnhem. Daar ben ik begonnen in de horeca als Rijnsteward. En wat is Holland Riverline? Dat is een cruisemaatschappij die vanuit Amsterdam naar Boedapest voer. Dat is een heel groot vakantieschip, heel luxe. Voor de Amerikaanse markt, dat was toen nog voor 11 september was dat. Dat was heel erg in. En wat deed ik daar? Ik deed bordjes serveren, van A naar B brengen, van de keuken naar het restaurant. Hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, dat kan heel moeilijk zijn, want die borden zijn knetterwarm. En het moet zo netjes neergezet worden en je moet dankjewel zeggen en je moet rechts in zitten, links uithalen, wijn serveren, Engels praten, Duits in de keuken, u tegen de kapitein zeggen, uitdaging. Maar, verdien de bakken voor het geld, plus je werkt 14 uur per dag in een teamverband met allemaal jonge mensen. En elke dag lig je in een andere stad met het schip. Dus je ziet ook nog wat van Europa. En je weet en leert wat discipline inhoudt. Want zo laat op de werkvloer is zo laat op de werkvloer. En smoesjes kun je niet hebben, want ze trekken je gewoon uit je hut, van je bed af. Hup. 6 uur is 6 uur. 6 uur is beginnen, dan ben je er. Maakt niet uit als je de avond ervoor gesopen hebt. Je bent dan. Dus dat was een hele goede tijd voor mij. Wat was je motivatie om te varen? Ja, dat was voor mij, ik had discipline nodig. Ik had net mijn vader verloren, ik had geen diploma. En ik moest mezelf zien te onderhouden. Ik had een dak boven het hoofd nodig. Ik had geld nodig. Ik wilde plezier maken. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik met mijn leven moest. En ik zag een mooie advertentie, per direct, steward, of eigenlijk kelner, gezocht. En ik kon het vak, in de praktijk, kon ik dat leren. Dus, hey, zo slim was ik wel. Dit moest ik gewoon doen, dus dit heb ik gedaan. Had je een kajuit alleen? Vertel eens over je kajuit. Nou, dat was gewoon een iets groter als een hondenhok. Met een stapelbed erin. En ik deelde de kajuit met een andere slimme man. Die dacht, ik moet wat met mijn leven doen. Laat ik maar eens gaan varen, wat geld gaan verdienen. Ja, dat bleek niet de goede persoon voor mij te zijn. Daar kwam ik pas later achter. Maar we hadden veel lol op de werkvloer en in onze vrije tijd. Je moet het ongeveer zien als 6 bij 3.
Dat is je leefruimte. Daar moet je je kleren kwijt, een douche, daar slaap je in, daar ontspan je in. Kortom, het schip is niet heel erg groot. Ja, wel groot voor sommige mensen, maar je kan niet 60 vierkante meter voor jezelf opeisen. Nee. Ik heb de mensen van het schip nooit meer ontmoet, van dat schip niet. Nee. Omdat dat schip heeft me ook in de problemen gebracht. En daar kom ik straks op, want ik zie in de vraag staan. Mijn functie aan boord was op dat moment ruimsteward. Wat deed je in je vrije tijd? Nou, stappen, zuipen, rottigheid uithalen. En dan, daar komt het hele verhaal. Ik had net mijn vader verloren, dus ik zat in een rouwfase. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat het bestond. In combinatie met alcohol is eigenlijk niet zo'n goede combinatie. Daardoor heb ik foute dingen gedaan. Daardoor heb ik een hoofdcommissaris van de politie, Duitse politie, in de buurt van Nuremberg, dat is in de Vrijstaat Beieren, die heb ik helemaal mishandeld tijdens een avondje stappen. En waarom? Omdat ik ineens al mijn emotie eruit gooide. Omdat ik niet wist dat ik in de rouwfase zat. En die heb ik ook goed te grazen genomen. En dan vraag je je af, ja, wat is er dan gebeurd? Ja, zoals je weet, opgepakt door de politie. Want we waren ook zo slim om dat vlak voor een politiebureau te doen. Dus ze hadden ons snel te pakken. In de gevangenis terechtgekomen. Bestraft volgens het jeugdstrafrecht. In de gevangenis in Nuremberg 1,5 jaar gezeten. Mijn les gehad. En eigenlijk is dat ook gelijk antwoord op de volgende vraag. Wat is je beste herinnering van die tijd? Waarom? Omdat het heeft mij wel discipline en orde in mijn leven gebracht. Omdat je weet, zo laat gaat de deur open, zo laat krijg je je eten, zo laat is dit, zo laat is dat. Ik ging aan de slag met mezelf van wat heeft dan gemaakt dat dit in u is gebeurd? En ik leerde voor mezelf, Red, je hebt emoties gehad, maar je hebt nooit naar je emoties geluisterd. En waarom niet? En waardoor kwam dat? En ik leerde dat rouw, en welke vorm dan ook, allemaal karren heeft. Van acceptatie tot depressie, tot het tegenover vechten. Dus dat zijn allemaal dingen waar ieder mens in zijn leven mee te maken krijgt. Of het nou door het verlies van iemand is, of door ziekte, of door een scheiding, of door het verlies van een baan. Ieder mens komt in een bepaalde soort van fase met allerlei soorten karretjes van emotie. En als je je niet toegeeft aan die emoties, aan al die karren, dan zul je altijd in die fase blijven hangen. En dat was dus eigenlijk ook voor mij de beste tijd om mezelf te leren kennen, gedwongen, doordat ik vast zat. Ik kon niet anders dan alleen maar aan mezelf werken, met mezelf bezig zijn. Acceptatie wie ik was, wie ik ben, dat ik anders ben, prima. Met alle andere celgenoten in de gevangenis, die accepteerden gewoon wie je was, boeien, als je maar normaal doet. En alles wat je zegt, dat moet je doen. Harde lessen, die heb ik daar geleerd. Dus daar ben ik gewoon dankbaar voor. Heel veel mensen zeggen, ja, oh, maar ben je nou slecht dat je in de gevangenis hebt gezeten? Dat is lekker jouw probleem. Mij heeft het heel veel goeds gebracht. Iedereen heeft een aantal momenten in zijn leven dat hij het helemaal niet meer ziet zitten.
Die ervaring in Duitsland, je diagnose, zullen daar misschien voorbeelden van zijn? Zijn er meer van dat soort momenten in je leven geweest? Nou, dat is een hele mooie vraag. Ik ben nooit depressief geweest dat ik het niet meer zag zitten. Meer dat ik niet meer wist hoe ik moest opstaan. Want je hebt een verschil in vallen. De ene valt zachtjes. Ik viel dan heel hard. Echt heel hard. Want alles wat ik doe, doe ik heel intens. Dus ook het vallen. Als ik fouten maak, maak ik ze ook heel goed. Maar er zijn wel momenten geweest, zoals bijvoorbeeld mijn scheiding. De scheiding, ja, dat is toch. Er zijn twee mensen bij betrokken. En als een ander iets voor jou beslist en je kan daar niks tegen doen, doet dat intens veel pijn. En dan kom je weer terug in een van die fasen waarin ik het net had van rouw. Emoties komen dan om de hoek kijken. En het boeddhisme heeft me daarvoor heel veel goeds gebracht. Omdat volgens het boeddhisme hebben wij 108 emoties. En als je die allemaal afgaat en afvraagt van wat ik nu voel, is dat wel van mij? Is dat mijn woede of is dat de woede van een ander? Is het prettig, is het niet prettig? Is het deze tijd, is het toekomstige tijd of is het verleden tijd? En hoe ervaar ik het? Natuurlijk, op het moment dat je hoort dat je ziek bent, dat je niet beter wordt, dat het uitzichtloos is, dat je gaat lijden en dat het uiteindelijk ondraaglijk lijden gaat worden. Ik heb een hele mooie tijd in mijn leven gehad. Na mijn gevangenistijd heb ik weer terug mogen komen op de Rijnvaart. Maar niet in de service, binnenservice, maar in de buitendienst. In de nautische dienst noemen we dat. Als dekknecht ben ik begonnen. Met een bezempje elke dag de schepen schoonmaken. Ik heb zandschepen gedaan, containerschepen. Olietankers gevaren en uiteindelijk toch weer in de cruisevaart terechtgekomen. Door het aantal vaarjaren word je uiteindelijk oftewel machinist, oftewel stuurman zonder papieren. Ik heb gekozen om stuurman te worden. Ik had wel een beetje gezien met al het vieze werk op het dek, dus ik wilde lekker de stuurcabine in. Lekker warm, voetjes omhoog. Dus ik ben na 7 fietsen werkjaar ben ik stuurman geworden. Ook op de cruisevaart. Toen liep ik mooi in mijn uniform. Toen liep ik mensen te vertellen wat ze moesten doen. Schitterende 12 jaar als stuurman mogen werken. Elke stad echt. Elke stad een andere schat. In de wetenschap. Ja, morgen ben ik toch weer weg. Wel de lusten, niet de lasten. Adieu. Voor 6 uur ben ik weer weg. Mazzel. Dus ja, hele mooie tijd gehad. Veel geld verdiend. Nooit echt over nagedacht van ja, dat het ook anders kon zijn. Ik heb daarna keuze gemaakt om liefde toe te staan in mijn leven, verliefd geworden, aan de wal geraakt met een dame, daarmee kinderen mogen ontvangen, werk moeten zoeken, rijbewijs gehaald, pittige tijden omdat ik ben varen gewend en varen bij altijd in beweging. Elke dag in een andere stad, altijd aan het werk. En aan de wal is het werk wat traag. Ik vind de mensen die aan wal werken, hebben heel veel eisen. Ik moet om zo laat thuis zijn, ik moet om zo laat weg, ik moet dan koffie hebben, ik moet. En als je van een cruisevaart afkomt, dan
pak je gewoon je werk, je doet je ding en je zeurt niet. En toen heb ik besloten om een opleiding te doen tot ambulancechauffeur. En daar kwam ik achter hoe kwetsbaar wij zijn als mens. Hoe mooi het is als je een mens kan helpen. En hoe verrot een mens zich kan voelen op momenten. En dat noemen wij inlevingsvermogen, mededogen, compassie, invoelen. En dan heb ik wel eens momenten gehad dat ik dacht van jeetje, ik voel jou. Ik voel jouw pijn, ik voel je verdriet. Maar omdat je zorgprofessional bent, leer je daarmee omgaan. Dan leer je een bepaalde afstand te houden tot de ander. Want je bent daar voor je werk. Dus ja, even overal, maar de al die jaren heen heb ik nooit echt op het punt gestaan dat ik zeg, nou, nu ga ik mezelf van het leven beroven. Ook nu niet, want het leven kan zo mooi zijn, want het leven waarin we zitten is ook maar tijdelijk. Dus het lichaam, of je hebt een lichaam dat goed werkt. Ik zie het altijd als een bus, we rijden een bus. En in die bus laten we mensen toe voor een bepaalde tijd. Die rijden een stukje met ons mee. Of die stappen al heel snel uit. Dan horen die mensen niet bij ons. Of de bus gaat kapot. De belichaming. Dus je wordt ziek. En de bus kan niet meer rijden. Zoals wij hem verwachten. Of we hebben vierkante wielen ineens. Dan willen we wel rijden, maar we kunnen niet meer rijden. Of we krijgen een andere zet wieltjes eronder, waardoor we wel kunnen rijden. Maar we hebben maar een bepaalde tijd het gebruik van waar we in zitten. In ons hoofd, dat is het belangrijkste, de ziel. Als die maar vrij is. Met wie zou je een beschuitje willen eten? Dat is een hele goeie. Met wie zou ik een beschuitje willen eten? Ik denk met Kim Holland. Ja. En als ze dan begint met een hele goeie goeiemorgen, zou ik zo dat beschuitje zo helemaal erin willen proppen. Zo. Dat ze vooral dat niet meer kan zeggen. Van een hele goeiemorgen. Ja. Ja. Ik denk dat het een heel mooi mens is, maar op het moment dat zij die woorden zo uitspreekt, daar zakt de pielen omhoog voor mij echt in elkaar. Gewoon op de manier waarop ze dat zegt. Gewoon, is niet echt mijn dingetje dan. Wat is de vreemdste of bijzonderste plek waar je seks hebt gehad? Oh, dat is heel makkelijk, dat is de machinekamer van de Queen of Holland. Ja. Dat is de meest vreemde plek, ja. Ja, was met hoofdbar. En zij ging drankjes wegbrengen. En ik ging achter eraan. Het was even heel snel heel warm, want de machinekamer was heel warm. Hoe die draaien van die motoren. Dus de kleren gingen ook heel snel uit. En daarna ging de kleren ook weer heel snel aan, want het is ontzettend vet in de machinekamer. en het trilt lekker. Ja, het trilt enorm. Ja. Dus ja, dubbel genot in de machinekamer. Dus ja, kapitein Boef, als je dit ooit ziet, sorry, dat waren wij. Met hoeveel mensen heb je seks gehad? Ja, seks als zijn penetratie of seks voelen en ja, intimiteit, aan elkaar gezeten, in elkaar gezeten. Ik heb een beestachtig
gezellig leven gehad aan de wal. Maar ook op de schepen, dus moet ik even vertellen, denken. Ja, je vraagt met hoeveel mensen je seks, hè? Dus echt seks. Ja, laten we zeggen onder de 10. Hou ik het netjes voor kinderen die kijken. En een beetje friemelen en frommelen. Dat zijn er iets meer, ontdekken van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van erotiek, genegenheid, het andere lichaam, borsten ik niet. Ietsjes meer. Ik denk dat ik dan de taal kwijt ben. Ja, want je hebt bepaalde apps en dan kun je elkaar ontmoeten en met name stellen, kunnen andere stellen ontmoeten, wat we dan ook gedaan hebben. En waarom? Omdat het juist leuk is om andere mensen te leren kennen, andere voorkeuren. Hoe is het om een andere vrouw te voelen? Hoe is het om 2 vrouwen te voelen? Hoe is het om 3 vrouwen te voelen en te spelen? Nooit gedaan, gewoon doen. Gewoon alles wat je kan bedenken, kan je eigenlijk uitvoeren. Maar wel met goedkeuring, hè? Dus niet zomaar dingen doen. Gewoon vragen en kijken of het leuk is. En het moet vooral leuk zijn. Lol hebben. En als er lol is, dan komt het seksuele ook wel. Er moet een bepaalde klik zijn. En als die klik er niet is, dan gaat geen enkele relatie werken. Ben je wel eens uitgegleden over een stukje shape in de baaiers? uitgegleden niet. Je kent de verhalen allemaal. Maar wij zaten op een jongerenafdeling en jongeren waren daar niet mee bezig. Gelukkig, ik zat in de jeugddetentie en we hadden respect voor elkaar. Ik was Nederlander, de enige in mijn afdeling. Dus die jongens die, als je ging douchen, ja, natuurlijk net zoals bij de voetballerij. Even lachen naar elkaar en doe je 1 keer. Oké, je ziet er anders uit, prima. Nou, sorry. Jij ook? Nou, maak het uit. Nee, maak geen reet uit. Wat doe je hier? Ik kom om te douchen. Oh, jij ook? Ja, ik kom ook om te douchen. En dat dit. Dus, nee. Ik ben nooit uitgegleden. Ik heb een stukje zeepje liggen. En dan ga je gewoon door je knieën. Pak je een stukje zeep op. En wij halen flacons. Het is geen stukje zeep, maar gewoon in die tubes. Dat scheelt. Was tegen de verspilling. Waren er vreemde taferelen in de Noor? Oh ja hoor, ja. Ik werd wel eens wakker gemaakt. En dan werd er gezegd, werk eens even mee, want 6 cellen verderop hadden ze check nodig. Dus iets om te roken. En dan denk je, ja maar we zitten toch opgesloten, hoe doe je dat dan? Nou, dat werkt dan als volgt. Dan moest je je hand uit de tralies steken. En dan werd er ineens een stukje textiel om je arm heen gegooid. Nou, hadden ze dus van hun laken hadden ze allemaal repen gemaakt. Hadden ze dan aan elkaar vastgemaakt. En dan was het een soort touw. En dan aan de voorkant werd het bezemstil of een stuk bezem aan vastgeknoopt. En er werd dan, we noemden dat pendelen. En werd dan moest je je arm uit het arm steken en er werd dan gegooid. En dan werd dan zo'n slinger, werd dan woep. En ik kwam dan om je arm heen. En dan had jij het stukje. En als jij het stukje had, moest jij het weer doorgeven aan het volgende raam. En zo kon je gewoon van rechts tot links, van 18 meter verderop, kon je gewoon een stukje. Eén checkje en 1 vloeitje kon je zo doorgeven aan cel nummer 1. Van cel nummer 18 naar cel nummer 1. Iedereen werd dan wakker gemaakt. Hey, wakker worden. Cel nummer 1 heeft check nodig, want er was wel een rangorde.
En dan waren ze vergeten de aansteker te geven. Dus ik kon het tafereel kon gewoon nog een keer overnieuw beginnen. Omdat dan lag je weer net te slapen en hadden ze net het checkje gedraaid. Maar dan hadden ze geen vuur. Dus toen kon je weer helemaal opnieuw hand uit het raam steken. Werd alles weer gedaan op dezelfde manier. Van cel 1 naar cel 18. Aansteker eraf vastgemaakt. En ging van cel 18 weer naar cel 1. En zo was je 2,5 uur verder. Maar had je wel wat te doen op zondagmiddag. Ja, dat was tafereel als einde van de maand in zich was en iedereen door hun geld heen was, iedereen door hun tabak heen was. Maar je leert ook een band met die jongens, ook al zit daar iedereen voor zijn eigen zweetzokken. Je leert een ander respecteren. En je helpt elkaar waar je kan en ook al kan het je in de problemen helpen, je leert elkaar helpen. En het kan met iets heel klein zijn, met alleen maar je hand uit het raam steken. Maar ook bijvoorbeeld door te leren schaken. Echt, schaken, ja. Wij hadden elke dag hadden wij 1 uur recht op frisse lucht van 1 uur. En er werden er dan verschillende schaakborden neergezet buiten. En gingen wij schaken. En omdat ik al wel aardig wat schaken kon, ging ik met wat Duitsers en wat Albaniërs en wat Russen schaken. En op een gegeven moment gingen wij ook met inzet spelen. Dus met pakje check of blikje cola of blikjes koffie. En zo konden wij gewoon een heleboel spullen bij elkaar verdienen door te schaken. En ja, dat werd dan snel schaken genoemd met hele strenge spelregels, aanraak zetten en niet langer als zoveel seconden nadenken. Want ja, de een wilde roken, de ander had koffie nodig, de ander had zeep nodig, de ander had haarelastiekjes, de ander had pornoblaadjes nodig. Alles werd ingezet. Dus ja. Ik heb die mensen niet meer ontmoet, want dat is van een periode geweest die ik nodig had in mijn leven, maar die ik niet nog een keer wilde meemaken en dat is me gelukt. 1 keer in de baaiers, zeg ik nou wel, maar ik heb dus de domme fout gemaakt om 2 keer voor hetzelfde delict vast te zitten. Hoe dan? Het is in Nederland ook, als je voor de eerste keer vast komt te zitten, of in aanraking komt met justitie, dan wegens goed gedrag, hoef je maar 2/3 van je straf uit te zitten. Dat is in heel Europa. Dus na 2/3 werd ik vrijgelaten. Alleen, ik was ongewenst vreemdeling in Duitsland, dus dat noemen ze in Duitsland Abschiebung, en dat heet in Nederland uitgewezen worden, ongewenst vreemdeling. Dat betekent dat je naar het land van herkomst wordt gebracht met justitie, marechaussee in dit geval, en dat je dan een stempel in je paspoort krijgt met uitgewezen, niet welkom om terug te komen. En dat was nog voor de tijd van de euro. Voor de tijd van open grenzen. Dus een heel gedoe. Dus na mijn straf werd ik teruggebracht naar Nederland. Door de marechaussee. Overgedragen aan de marechaussee van Nederland. En gezegd, hier is meneer van Stilvoort terug. Pas goed op hem. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij is lief geweest. Hij heeft 1/3 openstaan. 2/3 uitgezeten. Zoals in Nederland ook het geval is. Alleen, dat stukje kwam bij mij niet helemaal duidelijk binnen, dat ik nog 1/3 zou moeten uitzitten op het moment dat ik weer Duitsland in zou komen. Omdat ik was me niet bewust dat ik ongewenst vreemdeling was. Je denkt Duitsland, Nederland, dat ligt bij elkaar, dat zijn buurlanden.
Dus wat deed ik? Ik deed na ongeveer een half jaar, ging ik gewoon lekker weer naar Duitsland met een schip. Ging op vakantie, dacht via Frankfurt goedkoop naar Tsjechië te vliegen. Maar niet wetende dat je paspoort wordt altijd gecheckt bij de marechaussee. En wat stond er? Meneer moet dan nog een derde van zijn straf uitzitten. Dus ja, stom, hafbevel, arrestatiebevel. Ik was in vakantiesfeer. Ik werd gearresteerd. Werd op de vraag van, heb je die mensen nog eens teruggezien? Ja, want ik werd precies weer teruggebracht naar dezelfde gevangenis waar ik vandaan kwam. Die mensen keken me ook aan van, wat maakst u dan hier? Wat doe jij dan weer hier? Verhaal uitgelegd. En toen zei ze met een stomme kop, hoe heb je in godsnaam dit kunnen doen? Wist het niet. Ik heb dus niet gewoest. Ik had het niet geweten, want dan was ik het zeker niet via een vliegveld waarin je 100% paspoortcontrole krijgt. Was ik niet gegaan en dat was gewoon domme botte pech. Dus ik moest gewoon nog een derde van mijn straf uitzitten. En jawel, ook toen werd ik weer het land uitgezet. Ongewenst vreemdeling. Alleen dit keer gingen ze helemaal met me mee. Tot aan Nederland. Tot aan Amsterdam. Marechaussee, daar werd ik overgedragen. Met de duidelijke brief. Meneer, u mag Duitsland niet meer in. Ja, dus dat was de tweede steen, de steen waar ik al eerder over had, dat ik me soms echt goed heb gestoten aan dezelfde steen. En dat was een dure les, want ja, een derde, dat betekent 3 maanden, zonde van mijn tijd. Ja, heb ik er wat van geleerd? Nee, want toen de grenzen open gingen in Nederland en in Europa, ben ik gewoon gaan varen. En zolang je op een Nederlands schip vaart met Nederlandse vlag, heb ik geen problemen meer gehad met de Duitse justitie. En het was ook een jeugdstraf en die verdwijnt op het moment dat je 21 bent. Jazeker, ik ben daarna lekker Duitsland in gegaan. Ik heb genoten en feest gevierd en ik heb mezelf altijd gedragen daarna. En de klappen van de zweep geleerd. Ja. Als iemand je een aanwijzing geeft van justitie, opvolgen, gewoon doen, gelijk reageren. Want het loont zich niet om vast te zitten. De eerste keer wel, heeft het me heel veel goed gedaan. De tweede keer was het gewoon zonde van mijn tijd. Stom, echt. Ik kon mezelf zo van mijn kop slaan, want red. Ik had het kunnen kennen, ik had het kunnen weten. Ja. Maar. Ja. Het is bij mij een beetje raar, omdat mijn ziekte is niet erkend in Nederland. Ik heb een spierziekte. Een van de 600 soorten spierziektes waar te weinig onderzoek naar voor is gedaan. En wat houdt dat dan in? In Nederland houdt dat in dat als iets niet erkend is door de wetenschap, het niet bestaat. Dus mijn ziekte bestaat voor zowel het ziekenhuis waar ik jaren bekend ben, al ruim 6 jaar, als het Second Opinion ziekenhuis. Zolang de doktoren het niet kunnen vaststellen, bestaat de ziekte niet, krijg je dus ook geen vergoeding ervoor. Heb ik geen indicatie. En dat wil dus ook zeggen dat ik niet terecht kan bij de wet langdurige zorg. Kan ik niet terecht bij bepaalde instanties
Omdat ze zeggen, daar heb je een indicatie voor nodig in Nederland. Zolang je dat niet krijgt, ben je eigenlijk op jezelf aangewezen. Ja, want ik heb naast mijn spierziekte die myopathie heet, heb ik ook twee hupkoppen. Dat noemen ze kamconfiguratie. Dat wil zeggen dat normaal zijn onze hup en kop zijn rond. En bij mij is de kop niet meer rond, maar vierkant. En dat geeft tot gevolg dat elke beweging die je maakt schuurt langs mijn kom. En dat doet enorm veel pijn. En de ziekte van mij houdt in dat mijn vitamine en mijn minerale huishouding verstoord is, waardoor mijn opname niet meer goed is. Ik heb injecties gehad met hele hoge dosering vitamine D, 500.000 eenheden. En die werden wel waargenomen, maar niet waargenomen als stof die het lichaam moet vasthouden. Dus zonder de zorg die ik hier krijg, zal ik binnen 3 maanden sowieso overlijden. Maar dan wel met heel veel pijn en ik zit aan de morfine. En de morfine is niet voldoende en ik kan hem nu niet ophogen omdat ik moet helder zijn. Omdat ik een bepaald traject ben ingegaan, want ik wil een waardig einde voor mezelf hebben, waarin ik niet langer hoef te lijden. Want ik lijd elke dag, maar daarvoor moet ik helder zijn. Want ze gaan morgen mij de vraag stellen: Red, is dit wat je wil? Wil jij euthanasie? En dan moet ik helder antwoord kunnen geven. Dus ik kan ook de pijnpomp niet te hoog zetten. En mijn lichaam is dusdanig aan het afsterven dat ik de injectienaalden niet meer goed kan plaatsen. Ik heb geen vetweefsel meer, ik heb geen spierweefsel meer. In mijn gezicht ben ik smal aan het worden. Mijn gebit. Heel veel plak in gedaan om maar enigszins mijn bovengebit erin te kunnen hangen zodat ik nog kan lachen. Kan happen en kan praten. Doe ik dat niet, dan valt mijn gebit uit. Dus ja, terminaal ben ik al een tijdje. En daardoor heb ik de kans, en mocht ik hier in het hospice, en hospice is een heel naar woord, mocht ik hier bij Xenia terechtkomen, dan alleen dan mag je hier terechtkomen. Volgens de richtlijnen. En het zijn allemaal weer richtlijnen voor in Nederland. En we zouden wat meer naar de mens zelf moeten kijken. Wat heeft de mens nodig? In plaats van wat staat er op papier aan protocol, aan procedures. Want er zijn heel veel mensen die gewoon niet in bepaalde doosjes passen. En die mensen maken wel. Dat de mensen die in de dosis willen en kunnen passen, daarin passen. Dankjewel voor het interview. Ik hoop dat je me iets beter hebt leren kennen. Ik ben een oude klassieke boef, maar ik heb mijn leven verbeterd. En dankbaar dat ik hier mocht zijn, dat ik je heb leren kennen, ook al is het kort, zo heeft het moeten zijn. Soms is de lengte niet van belang, maar de intensiteit. En die heb ik gevoeld van jou en naar mij toe. En je mag alles doen. Ik vind alles prima, ik geef jou de keus. Altijd, ik wil dat mensen een keuze hebben. Ik wil niet een mens iets opleggen. Maar je mag zelf kiezen. Daar ligt de kracht van de mens, dat je zelf mag kiezen.
dit in een ding opleggen. Ha ha ha.